come. All the biting MCs and the pirates that go run. But they are old, yeah, and we are young. And while we're young, yes, we're gonna have some fun. Here we go. Goedemiddag, avond, wat is het ook alweer? Het is 9:30, yeah. Je kijkt naar ULS, hier op de box. Is het wel maandag? Het is maandag, het is maandag. Maar ja, weet je, van te veel uit geweest, mijn hoofd is weer helemaal fokt op. In ieder geval, we hebben op de bank zitten, Algerino. Daar praten we zo mee, je hebt een postie meegenomen, man. Gezellig, ja, gezellig. Ja toch, ja toch. We checken de skills van Biz Banascus. Yes, baby. Baby. Maar we beginnen vandaag met een styling item. Jordan, vertel eens even, want ik was er niet bij. Nee, we waren naar een graffiti-expo gegaan. Bij het Waterloopplein is er een of andere galerie geopend, specifiek voor graffiti-artiesten. En daar hebben ze een outfit van mij onder handen genomen. Een aantal van de grote legendes binnen de Amsterdamse graffiti-scene. Die zijn even losgegaan op het pak en daar gaan we even naar kijken. Oké, okay. Customized. Customized. Dikke shit. Een van de artiesten die daaraan heeft meegedaan is deze man. My homie right here. By the way, tevens een broer van Casablanca Connect, of niet? Casablanca Connect. Oké dan. Wat brengt jou hier? Jouw shit te customizen, sowieso. ODB. Whatever, win. Graffiti. Graffiti? Wat voor rol speelt graffiti in je leven? Ik doe het als je 87, ja, ik weet niet. Wat wil je, ja. Ja, sommige gasten, ja, rhymen, sommige gasten maken beats. Ik maak graffiti. Oké, ik bedoel, ben je begonnen op treinen, muren, et cetera. En doe je dat customization ernaast? Of zeg je van, dit is nu de shit? Nu de shit, toen, nou. Oké, wat vind je van ja, deze nieuwe stijl? Is dit kunst? Ik bedoel, customize. It's your news. Juice. Allemaal grote namen, mensen. Allemaal grote namen. Onthoud dat. Wat we dus nu zien is dat graffiti wordt gebruikt in galerieën. Dat graffiti wordt gebruikt als customization van kleding. Waar gaan we naartoe met graffiti? Zie je deze ontwikkeling? Of zeg je van, we go back underground? Of, now we're gonna go for mainstream now? Hopelijk doorzetten en doorzetten by any means necessary. Ja. Ja. Ja, was een witjes, man. Thanks a lot. Urban Lifestyle. Thank you. What's up? Oké dan, maar ik zie hier bijvoorbeeld van customized kleding, ik zie graffiti artiesten, ik zie eigenlijk een verschuiving van waar het eerst mee begon. We zijn er vorige keer al bij geweest toen we een galerie die geopend werd. Dikke shit ouwe, graffiti in een galerie. Dat moeten we zien. ULS. Ja, er zijn gewoon jongens die meer willen. Ik bedoel, niet meer alleen 's nachts op pad, maar ook dit soort dingen. Gewoon erbij pakken, er is een markt voor. En je nachtelijke avontuurtjes moet je toch betaald krijgen. Op deze manier brengt er wat geld in het laadje. Ze doen het nog voor een goed doel ook, niet te vergeten. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar Emma Kinderziekenhuis. En hoe zijn jullie daar zo'n hoek op gekomen? Hoe maatschappelijk bewust is het? Nou, het was een beetje, het is een soort dis ook naar de Amsterdamse overheid, politiek. Ze zijn zo negatief tegenover graffiti de laatste paar maanden. Alles is slecht, alles is fout. Dus ze kijken alleen maar naar de tags en naar het negatief gaan. Maar weet je, kijk naar deze jongens. Ze knallen er gewoon dikke shit uit. Ja, we kunnen zeker niet ontkennen dat dit wel degelijk een positieve manier is van graffiti in de aandacht brengen. Maar is het nou zo dat je zegt van, op deze manier dwingen wij eigenlijk de acceptatie rondom graffiti af? Nou, niet compleet natuurlijk, maar het is wel een poging tot. Absoluut. Ja, absoluut. Laten zien dat het niet alleen maar negatief is. Weet je, belicht de positieve kant eens een keer.
daar heb je ook wel weer gelijk in. Maar ik kan je in ieder geval beloven dat daar waar mogelijk zal Urban Lifestyle je in ieder geval bijstaan. Graffiti, onthoud dat. Het is meer dan alleen maar op muren en treinen en vandalisme. Check this out. Is this art or not? Het is toch wel vrij ongebruikelijk. Je ziet niet zoveel vrouwen die graffiti. Dat is echt niet waar. Want er zijn natuurlijk al wat vrouwen, maar er komen er steeds meer. We hebben ook een meisjescrew en ook meisjes die volop illegale dingen doen en legale natuurlijk ook. Dat geloof ik ook wel, maar denk je dat dit een trend is die zich gaat doorzetten? Zeker. Graf is here to stay, altijd. Graf is here to stay. Dat is pas echt de customer shit, ouwe. Hey, maar dat is in nou, man. Ik word heel veel benaderd. Ja, mag ik je schoenen, je petje, je onderbroek? Ja, met je onderbroek? Ik wist dat hij zou komen. Man. Nee, maar van de reden voelde ik hem ook aankomen. We need to talk. We need to talk. Hey, man, I'm just tripping, man. I'm just tripping. We gaan even naar onze gast op de bank. Algerino. 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 What's your story? Voor de mensen die je niet kennen, what's your story? Ja, man. Ik zal even in het kort vertellen. Mijn naam is Algerino. DNA K-Lion. Is fact. En dat is EWB. Ik heb samen met K-Line, DNA, Lost Sound en Mac een cd opgenomen voor Free Fighters. Die heette de Too Hard to Handle organisatie. En die cd die gaat gewoon uitkomen, internationaal, maar ook in Nederland. Ja, ik heb hem gehoord, hij was goed man. Ik vond hem cool klinken. Maar dus deze clip is helemaal. Kan niet alleen rappen, ja. Maar hij seriously kicks your ass. Of ja, dat wordt gruwelijk geslagen in die clips, jongen. Nee, ik haal ze er alleen bij als ik ze nodig heb. Ik vond jullie er al vicious uit. Oké. Duidelijk. Oké, cool. Dus dat is eigenlijk het. Maar wat is zeg maar idee achter je muziek? Als mensen je album luisteren, wat kunnen ze verwachten? Wat is de boodschap? Nou, dit is in ieder geval Too Hard to Handle. Het is gewoon echt een conceptalbum. Dus het is gewoon gemaakt voor de Free Fighters. Dat houdt in dat er gewoon nummers zijn gemaakt. Waaronder een anthem voor de Too Hard to Handle organisatie. Maar er zijn ook gewoon nummers waarbij de sfeer om een bepaalde vechter heen gecreëerd wordt. Dus dat is het eigenlijk. Dus jullie gaan een keer naar K1 of zo in Japan? Ja, dat is wel de bedoeling. Oké. Ja. Netjes, het is nog wel allemaal in ontwikkeling, want op dit moment zijn ze een beetje de organisatie zelf aan het kijken of ze het nou nog zelf in eigen beheer gaan uitbrengen. Ja. Of misschien in samenwerking met de platenmaatschappij. Want je weet, Japan is big, man. Interessante vraag. Ben jij, laten we zeggen, in de eerste plaats artiest of ben je in de eerste plaats een free fighter? Ja, ik ben sowieso geen free fighter. Jij bent geen free fighter? Hij zei het net al, man. Ja. Ik denk bij mezelf van, die man. Hij ziet er zo moeilijk uit. Ik heb wel van de week heel erg veel getraind, weet je. Dus misschien. He buffed up. Dat is hem. Nee, maar kijk, het is gewoon gemaakt voor free fighter. Maar ik ben gewoon op de eerste plaats gewoon MC. Dus, jij bent gewoon. Ja, en dat zul je in de toekomst ook wel veel gaan merken. Oké, je gaat zo deel 1 afsluiten met een optreden. Welk nummer ga je doen? Ik ga Arabian Heights schrijven. Arabian Heights, oké. Okay. Ben benieuwd. We gaan door met skills. Biz Banascus, yeah, je krijgt man. Een minuut om je ding te doen. Volgens mij komt het wel goed. Oké, let's go. Alright, make some noise, y'all. Biz Banascus, 2005. Riemen vast. Shout out our CEO, Beat Kids. Ik zie kloonimitaties, brengen gehoorimitaties. Ik reis en weigeren als BKR-registraties. Sensaties. Van korte duur, doop ze met zoutzuur. Rock die mic puur voor de hip-hop cultuur. East de ego met streling, underground als riolering. Mijn ras is stimulering van bevooroordeling. Toch is de zegening gelijk aan bevrediging. Onder 21 een penisbelediging. Echte polier, ik commercieel, daar is dat lust. Bekend voor het splijten van de rijpe passievrucht. Blijf kletsen bij het ketsen op de beat met finesse. Flow als Mycena en douwe delicatessen. Les me dorst met successen, honger naar meer niet te stillen. Dat is idioot. Net als een nympho die geen seks meer zou willen. Yo, me klik en ik chillen, als het ijs en ijs koud is. Kom uit met platinum of minimaal als het goud is. Zie kijk, de studie is chemie, ik doseer jullie leren. Niet te imiteren, laat het publiek sublimeren. Ik jou irriteren? Je bent gevoelig jongen, daarom laat ik je met acute astma in de longen. Suri toch prof, staan vastig als een virus. Stoer doen niet hier, dus stiletto, punt naar de iris. Die moet je zoeken, ja. Nee, die hoeft het niet. Fire. Steve, surf even naar de site www.urban-lifestyle.com en stem op hem. Was Ambassador Tour. Dope. One more time, yo. Nice. Guys, en support your peeps, mensen. Ja toch.
Dus nogmaals, www.urban-lifestyle.com. Als je vindt dat deze man skills heeft, ja, en wie weet zit hij dan volgende keer op de bank, praten we even rustig met hem. Dit legt wel de druk op mensen die willen komen voor skills, want als je dit ziet denk je van, oh, moet ik wel gaan, weet je. Hey, laat ze maar komen. Dus We gaan weer richting Times Square. Oh, bijna een vast punt hier. Wanneer kunnen we ongeveer die ongeveer weer verwachten? Over een week of twee verwacht ik eigenlijk dat we weer gewoon een verse battle kunnen uitzenden. Mm-hmm. Dus vooralsnog gaan we toch nog eventjes om in de sfeer van hip-hop te blijven. Wat, gewoon, wat heb je in je hand, man? Hey, dit is Snoop Dogg Elton. De nieuwe Snoop. Vind je ervan? Ja, hij is nice. En aan mijn cup dashje. Ja, here you go. Hij is niet de Snoop Dogg meer die was. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik bedoel een collabo met Justin Timberlake en nog een paar andere dingen die ik vrij zorgwekkend vind. De Bee Gees toch? De Bee Gees, ja. Ja, oké, okay, maar genoeg over Snoop. Freestyles, New York, Times Square. Was gezellig. Hit it. This response, you know what I mean, representing Rue 1 Records, that's www.ru1records.com, got the website as well, you know what I mean? I'm response, I'm out here with my man, you know what I mean? He represent Entertainment. It's real to say, man, from the Bronx, that's how we get down. You know what I mean? I'm here for a second, you know how it goes. Repping the Bronx, see the Big Apple, Jersey, my all name, that drop his album. Don't forget to look out for the album. Definitely look out for that, you know what I mean? Got the website, I'm gonna give you something real quick, I'm like, Move, left, right. When response come in, not the one for discussing. It's chronic puffing. How you got something? Let's get this jumping. White tees at any function. Dress codes, they don't mean nothing. Yeah. The only beef these dudes know to understand is lessons. We give inductions for almost nothing, so fuck discussions. You know the door we rushing. Lee bouncers with concussions. What can I say? We get these runs and stop them when they strutting. I'm trying to get them jumped off like Joe Button. And picturing me affectionate, I'm uncomfortable hugging. They know we the best. We from Jersey. Like the Nets and the Jets. This perfection in the flesh, new ever to death. This perfection in the flesh, new ever to death. It's like that, you know what I mean? It's like that. It's like check out the website, like I said, r.e.l.a.x. Shout out to everybody in Amsterdam. Y'all doing it real big. Let's get on that chronic, man. I'm trying to get high with y'all, you know? But it's like that, man. Check out the website, alright? Ja toch, hey. Jordan, what the hell are you doing? Ja, man. Ga je nog een aflevering kijken? Ik wil hem nog gewoon even. Ja, man. Oké. Je moet je shit promoten, toch? Ja, maar we zijn al op de buis, dus een beetje dubbel, toch? Logo in beeld. Dubbel is nooit erg. Okay. Nooit genoeg. Oké, maar Algerino, jullie album Too Hard To Handle. Je kan een kopietje weggeven, toch, aan de kijker? Ik kan een kopietje weggeven aan de kijker. Ik denk dat DNA er wat meer over gaat vertellen. Ouais, ben voilà. Il est là, hein, l'album, hein, DNA. Dus koop iedereen, je weet toch, dat is de shit. Algerino, DNA. K-Lion Producties, Lost Sun, Mecca, goeie shit, Word to Handle. Oké. Wil je die cd winnen, surf even langs de site www.urban-lifestyle.com en daar zie je wel hoe je die cd kan winnen. Komt helemaal goed. Nu een optreden. Yeah, Algerino, Fifth Element, www.algerino.nl, check die shit. From the land of the ancient Arabian Nights, witnessed the battles in the desert, had them all in my gun sight. Rapid fire, MCs retire, and those who conspire, strangle them with the barbed wire. Now I am what you made me, murderous MC, bring the fast shit like gravy. Pour it on the beat, let it drip through your stereo. It comes down and hunts down all those who search for the lyrical. Yes, the name's Algerino. I scar more faces than Pacino. Arabian style, yes, you woke up the sleeper. But now I'm awake, taking souls like the Reaper. The gatekeeper, with the key that unleashes hell. At my signal, the burning well. Will erupt that will flood all the land and crop. Stick you up for the props, put the cops in the handcuffs. Maghreban is what I am. Burn the mic in my hand, like sun on desert sand. I bring worlds and the pride excites, cause I'm taking hip-hop to Arabian heights. Maghreban is what I am, burn the mic in my hand, like sun on desert sand. I break walls and the crowd excites, cause I'm taking hip-hop to Arabian heights. Yo, lately, yeah, lately, yeah, lately. My people keep singing that song all day, but it's time for me to cut to the chase and start some lyrical shotgun, as I'm taking a squadron. Peace out the water, Waham Arabi. It pops a part of me, it flows through my artery. Heavy artillery, poetical weaponry with the capability to kill suckers randomly. Shazayity, Algerino is back again, attacking when I represent all of my North Africans. Arabian style, Arabian heights, taking hostages and hunting them seeds just like your poltergeist. Nowhere to run, nowhere to hide. Arabian
pride, leaving MCs behind with the hands tied. I'm more explosive than uranium, the mad Algerian. I'm doing this shit for my Arabians. Maghreban is what I am, burn the mic in my hand like sun and desert sand. I break walls and the crowd excites, cause I'm taking hip hop to Arabian heights. Maghreban is what I am, burn the mic in my hand like sun and desert sand. I break walls and the crowd excites, cause I'm taking hip hop to Arabian heights. Yeah. Alright, Algerino, make some noise, Algerino, baby. Algerino. Oké, we zijn zo terug. Deel 2, rond de klok van 10. Hebben we relax op de bank en het gaat gezellig worden. Zeker. We'll be back. We'll be back.